Oké, ik ben onderweg naar de huisartspost. Ik zat net heel erg te twijfelen of ik dit ging delen. Deze zondag. Ik begin mijn dag achter de laptop. Ik was gisteren aan het editen, want ik lig een heel klein beetje achter. Maar echt, ik kreeg een beetje vierkante ogen ervan. En Marco en ik waren ook film aan het kijken. Alleen elke keer was hij bezig, ging ik even pauze en dan ging ik weer even editen. Maar goed, ik was het zat. Dus die nu even afmaken en dan kan ik die in ieder geval renderen. En dan moet ik daarna vanavond nog 3 vlogs. Eentje is natuurlijk van gisteren, die kon ik gisteren niet doen. Maar misschien dat ik die ergens vandaag doe. Maar ik moet ook echt even de zooi in huis opruimen. Want ze zijn heel goed in zooi maken hier. En gisteren heb ik eigenlijk nagenoeg niks gedaan. Want toen hebben we de hele dag in de zon gezeten. En dat was wel lekker. En ik ben wel, of ik het zo kan laten zien. Kijk, ik ben wel aardig verkleurd. Oh, het lijkt rood. Beeld, maar het is echt niet rood. Maar goed, ik heb dus wel een aardig kleurtje opgedaan. Dus dat is wel lekker, even gezond. Deze heb ik heel goed ingesmeerd. Dus ik hoop echt dat die niet erger gaat worden. Want ik smeer natuurlijk elke dag die crème van Biodermal tegen pigmentvlekken. En de ene dag denk ik, nou, volgens mij wordt het nu wel iets minder. Ik denk dat ik nu een week bezig ben. En de andere dag denk ik, nou, het doet eigenlijk niet echt heel veel. Dus daar ben ik nog niet helemaal over uit. Maar ja, er staat ook 6 tot 8 weken op. Dus ik zal toch even moeten afwachten of het echt wel gaat wassen. Echt wat gaan doen. Nou, hij staat te renderen. Alleen hij gaat voorlopig nog wel even duren. Ik ben aangekleed en een soort van opgemaakt. Ik heb echt alleen mascara opgedaan. Ik had er geen zin in vandaag. Top Warehouse Broek Selected Femme Schoenen Edited. Yay! Marco gaat beginnen aan onze tuin weer een beetje netjes maken. Want ik noem het elke keer van het veld. Het is het niet, maar het is gewoon echt een zooi. En hij moet echt, moeten nog tegels langs ergens klimrek, want er ligt nu zand. Hij moet schoongespoten, omgaat moet eruit. En er ligt nog wat rommel van eerdere projecten. Dus ik hoop dat hij het vandaag afkrijgt, echt. Kijk waar Marco me aankwam. Echt de dikste worm ooit. Kijk, hij had je niet laten vallen. Vind ik zielig. Leg hem in de aarde. En ik heb echt zo verschrikkelijk veel was liggen. Dit is echt niet oké. En dit moet ik echt zo snel mogelijk allemaal wegwassen. Maar hij draait. Yay, ga maar schoon worden. Oké, ik ben onderweg naar de huisartspost. Ik zat net heel erg te twijfelen of ik dit ging delen. En toen dacht ik, ja, ik kies er zelf voor om te vloggen. Om dingen te delen. En het is in principe niks raars. Verder, dus ik heb hidradenitis en dat houdt in dat je soms vochtophopingen in je oksels of liezen kan krijgen. Dus dat heb ik soms in mijn liezen. En ik heb dus nu een plek, ik heb het normaal niet heel erg, maar die is dusdanig groot dat het nu echt heel erg pijn doet. En die ga ik laten openen, wat dus kort gezegd erop neerkomt dat ze mijn lies zo gaan opensnijden en die plek eruit gaan halen. En dat heb ik ooit 11 jaar geleden heb ik er ook een weg laten halen. Normaal, ja, of ze gaan weg of je kan het weken en ze verdwijnen ook vaak zelf, maar deze dus niet. Het is, ja, het klinkt viezer dan het is, want het is gewoon eigenlijk een vochtophoping. Meer stelt het eigenlijk niet voor. Maar ze kunnen wel echt heel erg pijn doen en dat doet dus deze. En ik moet alleen, want je mag momenteel niet zomaar met z'n tweeën of iets naar een dokter. En dan worden er ook van allerlei vragen gesteld van ja en kan het wachten alles. Dat ik echt denk, nou, ik bel niet voor niets. Het doet echt heel erg pijn. Ik deel nu wel mijn verhaal, maar ik ga jullie niet mee naar binnen nemen. Want dat vind ik dan wel te persoonlijk, zeker aan de plek waar het zit. En ik weet, omdat ik het een keer eerder heb gedaan, dat het wel echt heel erg veel pijn doet.
Want of je laat het verdoven en dan steken ze daar een verdoving in. En dat is echt geen pretje. Of je kiest zonder verdoving en dan snijden ze het dus zonder verdoving open. Maar hè, in je lies zitten nogal veel zenuwen. Het is hoe dan ook geen pretje om het echt keurig netjes uit te drukken. Dus ja, dat stukje hou ik dan wel voor mezelf. En ik heb wel gekozen dat ik hem nu wel wil laten verdoven. De laatste keer dat ik dat heb gedaan, heb ik dat toen niet gedaan. Maar ja, toen had ik geen kind, niks, weet je. En dan kan je gewoon rustig aandoen en dan zal het wel. Maar nu heb ik gezien, ja, als daar toch weer dingen moet, dan wil ik gewoon even dat het voorlopig nog even verdoofd is. Dus dat. Zo, daar ben ik weer. Het doet zo'n pijn nu. Want ik had natuurlijk weer pech, uiteraard. Hij liep zo diep dat ze zeggen, als ik verdoof, dan gaat hij alleen aan het begin pakken. Maar door botten en pezen en spieraanhechtingen, weet ik veel wat allemaal, kon ze hem niet diep genoeg verdoven. Ze zegt dus ja, dan heb je pijn van een verdoving en daarna alsnog gewoon de pijn. Dus dat schoot niet op. Dus hij is opengesneden zonder verdoving. En mijn been doet zo'n pijn nu, want het trekt echt door tot aan mijn tenen. En ik moet naar huis gaan rijden. En daar zie ik even echt tegenop. Maar goed, kom wel goed. Ik hoef niet heel ver te rijden. Mei is open en daar ben ik wel heel blij om. En dit gaat vanavond nog wel even pijn blijven doen. Ik heb het natuurlijk wel eens eerder gedaan, dus ik weet dat het morgen echt een verademing gaat zijn. Dus daar ga ik gewoon nu even naar uitkijken. Oh, ik hopelijk dat ik het nooit weer, of in ieder geval dat het dan in ieder geval weer 11 jaar duurt of zo. Maar hopelijk nooit meer zo. Ik ben weer thuis en ik heb gedoucht, moest het spoelen en dan komt er altijd nog wat vuil uit. Het is natuurlijk nu ook een wond. En het is zo pijn. Dus ik ga liggen en ik ga zelf verzorgd laten worden totdat het pijn minder is. Ik vind Marco heel leuk. Ja? Zeker. Ja, graag voor mij, hè? Leuk, nog had ik heel erg veel te doen in de tuin. Zie je? Dus ik ga gewoon maar even voor de tv hangen en pak zo mijn laptop en dan ga ik editen. Maar dat doe ik even over een half uurtje of zo. En ja, verder dan even niks. Maar ik ben wel, ondanks dat het nu heel veel pijn doet, anders had ik dat morgen of zo gehad. Ben heel blij dat hij eruit is, dat hij open is en dat vocht eruit is. Kijk, ik had het hier net over. Ik had Denise aan de telefoon. Toen zei ik zo, ik heb trek in Kentucky. En Marco, die ging even wat gereedschap wegbrengen. Die bleef zo lang weg. En toen had ik Kentucky. Yay. Oh, echt. Ik heb vanavond echt niks meer gedaan. Ik ben alleen maar aan het bank hangen. Denise is nog wel heel even kort langs geweest. Maar lopen doet echt pijn. Dus ik heb er echt ook geen zin in. En ik moest nog editen en was bij en... Het wordt morgen weer een dag en één keer raden wat ik nu ga doen. Marco is net naar bed, dus ik ga The Real Housewives of Beverly Hills verder kijken. En ik ga seizoen 2 gewoon even helemaal afkijken. En als het goed is, zou dat precies gaan voordat ik naar bed moet. Oh, en ook bakje beker, alles verzerren doe ik ook morgenochtend wel. Want lopen doet gewoon nog pijn en ik hoop dat het morgen echt heel veel minder is. Het zal een paar dagen gevoelig zijn, maar... Doet gewoon nu nog echt wel heel veel pijn elke keer. En ik verveel me wel hoor. Ik moet wel zeggen dat ik echt alles op me heen wat ik moet doen, dat roept me eigenlijk wel. Maar ja, het gaat niet. Dus ik zal wat ermee moeten doen. Ik verveel me echt de piep. Dus ik ga naar mijn bed toe. Ik heb hem niet helemaal afgekeken. Maar normaal kijk ik ook wel tv. Maar dan ga ik toch tussendoor opstaan of dingetjes doen. En dat doe ik nu niet. Mijn haar zit echt raar trouwens. Het lijkt echt heel vet, maar ik heb het vandaag gewassen. Nee, gisteren. Gisteravond. Dus het is alles behalve vet, maar goed, het zit gewoon niet. Maar ik ging de vlog afsluiten. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dat vind ik helemaal leuk. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!